Hallo allemaal, mijn naam is Barend en leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video op dit kanaal. Dit is even een ander soort video dan dat jullie van mij gewend zijn. Ik heb namelijk weer een nieuwe camera gekocht. En ja, ik zeg weer en dat heeft de reden dat ik zeg maar nu 4 camera's heb. Dus ja, ik ben namelijk gisteren, het is nu zaterdag, ik ben gisteren gevallen voor de Black Friday trap. En ik heb daardoor eindelijk een keertje een goede vlogcamera gekocht. Want ik heb eigenlijk nooit echt een vlogcamera gehad. Maar nu wel. Ik ga hem jullie laten zien. Dit is ook gewoon een serieus een vlogcamera. Ik heb hem letterlijk gekocht als zijnde vlogcamera. Je kan het zien, ik kan inzoomen. Ik ga ook laten zien waarom ik dat nu allemaal kan. Maar bap de bam, hier is die dan. Dit is de Sony. De Sony ZV-1 vlogcamera met... Ja, hoe ga ik dit filmen? Hier, een statiefje met de knopjes. En als ik dan indruk, dan zoomt die in en weer uit. Hatsé, ik kan dus nu gewoon super makkelijk video's opnemen voor jullie. Ik weet alleen nog niet precies helemaal waarover ik ga vloggen, aangezien we weer niks kunnen. Wat super fijn is natuurlijk. Maar goed. Ja, ik ga nu gewoon wat meer echt letterlijke vlog content maken. Nu merk ik wel dat jullie de fingerboard content nog echt super vet vinden. En daarvoor ga ik dan namelijk nu even... Hè? Jij als fingerboarder wordt hier waarschijnlijk blij van. Komt ie. Oké, komt ie. First try kickflip, let's go. Zo zie je maar. Ik kan het gewoon nog steeds. Maar misschien dat ik met deze camera ook wel wat meer fingerboard video's ga maken. Want deze camera heeft ook 960 frames per seconde. Dus dat is echt super, uper, duper, super, duper, duper slow-mo. Hier komt een shot met die slow-mo. Oké, het was even kloten, maar het is me gelukt. We gaan dus lijpe vlogs zien binnenkort. En ik hoop dat we gewoon wat leuke dingen kunnen gaan doen. En dan kan ik de camera meenemen. Ik ben gevallen voor Black Friday shopping. Ik ben wel benieuwd. Heb jij nog wat gekocht op Black Friday? Laat het me even weten. En ik loop hier gewoon... Ja, ik loop de hele tijd heen en weer. Want ja... Oh, ik wil nu nog even wat laten zien. Dit zien we namelijk nooit. Kijk, mijn stoel. Ik heb echt een nieuwe stoel nodig. Kijk hoe kapot die is. Dit is toch niet oké? Dat hele leer dat komt eraf. Je ziet ook allemaal shit ook op de grond liggen. Het is verschrikkelijk. Ik heb letterlijk vorige week... Ik heb letterlijk 2 dagen geleden nog lopen stofzuigen. Ik ga in ieder geval genieten van deze camera. Ik ga hem veel gebruiken, dat weet ik nu al. Want ik merk gewoon nu ook aan hoe makkelijk dit allemaal werkt. Dat ik gewoon... Ik ga vanavond ook wel afspreken met vrienden. Ik denk dat ik hem gewoon mee ga nemen. Ik ben nu aan het brabbelen en aan het doen. Sorry dat deze video trouwens een beetje random is. En ook niet, zeg maar, gewoon de content die jullie van mij verwachten. Maar weet je, ik wil jullie ook meenemen in de stappen die ik maak om Almost Normal... groter te maken, beter te maken, weet je. En dit is er een van, een nieuwe camera. Ik ga hier echt van genieten en we gaan gewoon heel veel vlogs maken. Goed, en dan komt nu de random dingen die ik nog meer heb opgenomen met mijn vlogcamera. We gaan dus ook even kijken wat die pa aan het doen is. Het is echt zo'n, vandaag is echt zo'n dag dat niemand wat doet of zo. Dit is echt de scheidwereld de hele dag. Het is donker. Wat is die pa aan het doen? What are you up to? Hij was tired of racing, so I thought I go drink a cup of tea and I do just like I'm on vacation. Dus I go look at all kind of islands in the Greece, of the Greeceland. Oké, nou, almost papa, je hoort het. Niet mij filmen nu. Nee, ik kom niet. Ik zie dat we ook in rode land. Ah, kut! Gillian, wat heb je altijd al willen zeggen? Sup op almost normal. Is dit first date van Gillian en Ilse? Nee. Zouden jullie nog een keer met elkaar op date gaan? Nee. Alleen als jij komt filmen. Oeh, ja, dan wel. Ja. En toen werd de gasbrander aangezet, dus dat hoor je op de achtergrond, sorry. Is dat een aanknop? Is dat een... Dus volgens mij draaien we momenteel. Oh, dan spreken we momenteel live to the amp van. To the wie? What's up? Hé, hey, ik heb veel ongemakkelijke dingen in mijn leven meegemaakt, maar deze... Wat gebeurt hier? Stuur me geld! Hé, hey, Anfam, hier is 3 kwartier materiaal aan een kampvuur. Dus de camera heeft een hele goede stabilizer. Weet je wat ik het nare vind? Dit is best een goed beeld. Dit kan hij waarschijnlijk best wel voor heel veel dingen gebruiken. Ik
Ik wil je gewoon even heel duidelijk laten weten dat een cirkelzaag een zaag is in de vorm van een cirkel. Niet een zaag die cirkels zaagt. Voor meer informatie vraag naar Waren. Goed, ik heb geen idee. Wat gaan we nu doen? Zometeen weerwolven. Oh, doei! Ooga booga. Dus de mensen die een weerwolf zijn, open je ogen. Oké. Suspicious. Mensen. Oké, de weerwolven gaan weer slapen. En de inwoners van Wakkerdam worden even wakker om nog een keer goed op hun kaart te kijken. Wat is er gebeurd? Ik miste één weerwolf. Oh nee! Oh nee! Ik durf het niet, maar Stijn durft het wel. Het is een pesto kaas. Er is heel veel pesto in deze kaas. Wauw! Ja, dat iemand zo meteen echt melk uit heeft. Wil je een eerlijk of een beleefd antwoord? Ik wil een eerlijk antwoord. Dat is niet lekker. Oh nee. Het is kaas en het is groen. Lekker. Ik pak hier een klein stukje. Ik word echt van lege oude kaas. Voor al die pesto kaas wil ik wel moes, hè. Oké, dat is kennis. Ik ben heel erg voorgegeven. Jij hebt je honger of zo. Ik vind het eigenlijk best wel lekker. Nee, maar het duurt gewoon goed. Die fucking banden op die zwaar zo, dat is gewoon... This is gonna be amazing. Ik wil de accordie van... Ja, rock your fucking socks off. En dan is het... Dit? Ik denk dat het tijd is om naar huis te gaan. Dat denk ik ook. Sowieso. Mijn batterij is ook helemaal op en zo. Het is mooi geweest voor vanavond. Voor vandaag eigenlijk, om hier te zijn. Ja. Ja, het is mooi geweest. Voor iedereen. Echt iedereen. Stand for the guitar. En dat was alles wat ik had opgenomen. Was echt een leuk avondje. Ik hoop dat je ook deze random ass video leuk vond. Laat even weten door een like achter te laten. En who knows dat we binnenkort een episch vette vlog hebben. En dan zeg ik, net zoals Enzo Knol, dikke vette, nee grapje. Like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Later.